de derde wereldoorlog? 18. 65. Wow, welkom bij deze nieuwe video. Wilt je dat ik naar uw stad of streek kom? Volg me op Instagram, stuur me even een DM. Je weet toch. Maar vandaag, heel speciaal. Waar zijn wij vandaag? Oké. Geniet gewoon van deze video. Woo. Stel je voor, in 2020, ja. Vanaf 1 januari 2020 kon jij een superheld zijn. Welke superheld zou jij willen zijn? Superman. Superman, waarom Superman? Hij is sterk, hij kan vliegen, je weet toch. Wat voor move heeft Superman? Wat is zijn move? Wat is zijn special move? Die laserogen. Hoe doet hij dat dan? En dat zou je bij iedereen doen? Ja, toch. Gewoon zo rustig, bam. Ja, broer, die... Ja, man, sowieso. Dus iedereen die op je komt, gewoon zo? Ja, broer, die moeten niet om me komen, G. Kijk, dit gewoon zo... Ja, ja toch. Oké. Okay. Welk jaar is het woensdag? Welke jaar is woensdag? Ja. Alle jaren? Wat? Alle jaren, toch? Gewoon alle jaren. Ja, hoor. Dus woensdag is het alle jaren? Nee, bijvoorbeeld... Wat is dat die vraag opnieuw? Wat? Die vraag opnieuw? Welk jaar is het woensdag gewoon? Welke jaar is woensdag? Bro, elke jaar is toch woensdag? Elke jaar is woensdag. Bijvoorbeeld een datum, voor 1 juli is gewoon woensdag. Maar ik vraag gewoon, welk jaar is het deze woensdag? 2020. Voilà. Waar nigga. Kijk, stel je voor, vanaf woensdag 2020, ja. Jij mocht een superheld zijn. Welke zou jij willen zijn? Maar je weet wel, zo'n Superman, grote vlieg in de lucht, alles. Alles? Superman, ja, Superman. Superman is populair, Maar, wat is die special move dan die je hebt? Ik weet niet, gewoon zo en dan iedereen. Dat is... Je weet toch, ja bro. Eén en die hele ding is gewoon neer. Alles is gewoon neer, je weet toch. Ja, dat moet dat, Welk jaar is het woensdag? Wat? Welk jaar is het woensdag? Elk jaar? Ja, zo één keer per week. Welk jaar is het woensdag? Woensdag. Welk jaar is het woensdag? Maar wacht! Kom jij! Ja, welk jaar is het woensdag? Ja, beantwoord maar. Welk jaar is het woensdag? Geen enkel jaar, joh. Het is gewoon geen enkel jaar. Ja, geen enkel jaar. Het is gewoon woensdag, 1 januari en dan stop. Wacht. Dit jaar is woensdag 1 januari. Dus? Ja, dus 2020. Vanaf 2020, je krijgt gewoon een gratis superkracht. Welke zou je willen? Boer, onzichtbaarheid. Waarom onzichtbaar? Spank them girls. Oké. Daarom is het onzichtbaar. Huh? Nee, ook gewoon uit de les verdwijnen zo. Gewoon gelijk loose. Je mocht alles kiezen, hè? Alles! De Hulk. Oké, wacht, we gaan veranderen. Superheld. Welke superheld wil je? Iron Man. Waarom Iron Man? Ja, die de bescherming zo, die pakken. En ook gewoon die krachten die je daarmee krijgt. Oké, wat zou uw move zijn? Ja, gewoon zo. Die snelle hand zo. Snelle hand. Kan die snelle hand? Zo gewoon zo. Pa. Gewoon zo. Pa. Ja. Dus jij superheld, ik ga voor je staan en je doet gewoon naar mij zo. Pa. Gewoon gelijk pa. Zo, gewoon pa. Zo, enkel verhaal vertellen, niks zeggen. Maar gewoon zo. Pa. Wacht zo, ja. Ik paard. Woensdag, welk jaar is het woensdag? 2020. Goed. Maar, stel je voor, jij mocht vanaf 2020 een superheld zijn. Welke zou jij willen zijn? Supersnel zijn. Supersnel? Ja. Welke move zou je dan droppen? Met mijn handen zwaaien. Ja, hoe? Hoe komt dat mee? Zo met mijn Dus je kunt alles kiezen en jij zou gewoon zo doen. Ja. Je kunt alles kiezen, hè. Je kunt alles kiezen van krachten, van alles en je doet gewoon dit. Ja. Stel je voor, vanaf woensdag kon je 1 jaar lang een superkracht hebben. Welke zou je willen? Oké, superkracht. Onzichtbaar. Dat niemand meer kon zien. Waarom? Je kunt alles kiezen en je pakt... En je pakt onzichtbaar. Wat wilt je doen met die onzichtbaar? Ja, dat kun je. Nee, vliegen waarschijnlijk. Gewoon zo vliegen zo. Ja, vliegen ja. Naar Spanje. Wat?
Wie de fuck kan okay. vliegen, man? Vanaf 2020 heb je een superkracht. Welke superkracht zou jij willen hebben? Vanaf 2020. De hype. Oké, okay, dat wil ik wel zien. Wat is de hype? Wat? De hype? Oh, nee, nee, nee. De hype is dit als... Oh nee! Heb je onder een steen geleefd? Ja, nee, de dab. Oh nee! Wat is dit? En welk jaar komt kerst voor nieuwjaar? Welk jaar komt kerst voor Christus? Wat? Eerste eeuw voor Christus, hoor? Wat? Nee, nee, nee. Wat? Vraag aan u is, in welk jaar is kerstmis voor nieuwjaar? 2019. Oké, okay, dus alleen 2019 is kerstmis voor nieuwjaar? Nee. Ja? Nee. In welk jaar komt kerstmis voor nieuwjaar? Elk jaar. Elk jaar. Voilà! Direct gekanteld! Ja, ja! Wat is er? Wat is er? Niks. Niks? Nee. Wat is er? In welk jaar komt kerstmis voor nieuwjaar? In geen enkel jaar. Want nieuwjaar is in het nieuwe jaar. En kerstmis is zo eind van het oude jaar. Waar, nigga? Komt kerst voor nieuwjaar? In elk jaar. Oké. Okay. Voilà. Ja, ja. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oui, oui. Oui, oui. Ça va? Non, non. Mijn copain. Ah, oh, wat? De Eerste Wereldoorlog. Welke datum begon die? Was het niet... Nee, 1940 of zo? 1845. Eerste Wereldoorlog. Ik weet niet. Nee, ik weet 1914 tot 1918. Oh, ja, ja. Kom jij nog eens? Derde Wereldoorlog. Welke datum, startdatum? 1978 of zo. De Derde Wereldoorlog. 1965. Oké. Nee. Nee. Luister goed. Je zit er wel bijna. De Derde Wereldoorlog. 1922. Wat? 1935. Nee. Je weet het niet. Nee. Nee. Poging nummer 5. De Derde Wereldoorlog. Is in 1865. Mama! Oké, okay, we zijn de broer. Oh. Eerste Wereldoorlog, startdatum. 1914. Oh mijn hoe. Tweede. 1940. Derde. Staat niet. Oké, oplettende. Goed, we zijn toch met datums bezig, dus wanneer begon de Eerste Wereldoorlog? Oh, 1944. 1944. Nee! Wat? Oké, okay, tweede poging, de Tweede Wereldoorlog. 1940. Dus de Eerste Wereldoorlog 1944 en de Tweede Wereldoorlog 1940. Hoe noemen wij een inwoner van de Verenigde Staten? Een Brit. No! Oh, allee! Allee! Wat is dit? Hoe noemt je dan iemand van de Verenigde Staten? Oh mijn god, nee! De nu Verenigde vijf, Staten. Ja, een VS'er. Een VS'er. Een VS'er. Dus dat is een Verenigde Staten. Nee, een Verenigde Stater. Ja. Verenigde Staten. Een Amerikaan dan. Een Amerikaan dan. Ja. Oké. Okay. Een inwoner van de Verenigde Staten. Verenigde Staten, Amerikaan. Dan, de laatste. 3 + 3 × 3. Mijn 2. Wat? Wat? 3 × 3. Plus 3. Ah, 13. Nee, 12. 12. Ja, 12. Ik dacht aan zijn ouders. 3 × 3 + 3 = 2. Die gooit die min 2. Ik zag dat je die vraag van buiten had geleerd. Ja. 1 plus 1. 2. 3 × 3. 9. Oeh, 100 maal 100. 10.000. Oké, okay, nu de laatste. 2 - 2 × 2. Min 2. Oh, die heeft tegen zin. Lekker. Praat over. Waar? Praat over.
ja. Lekker, lekker, hij is op de hoogte. Ik kan niet liegen, ik kan niet liegen. Ja, ja. Ja, bro, SO naar Elias, naar Samantha, naar Lil Kero, naar iedereen. Je weet toch aan mijn matjes, zong me en Samaiki 06, Elias, weet die 7. Ciao, bro. Een dikke shout-out naar mijn ouders, dikke shout-out aan mijn drijders in Tienen. En volg mij op Insta Shachtina, kan je weet toch.